Fijn dat jullie er allemaal zijn. We gaan een nieuwe tentoonstelling. Het is helemaal vers van de pers, want we hebben net 2 minuten geleden nog het laatste werkje opgehangen. We hebben heel hard gewerkt met z'n allen. Alle kunstenaars zijn hier geweest. Er zijn werken direct op de muur gemaakt, wat altijd heel intensief is. Er zijn hele mooie expositiewanden gebouwd. Dus er is weer heel veel werk verzet, maar ik denk dat jullie ook allemaal zullen zien dat het heel erg mooi en heel erg bijzonder is wat we hier laten zien. Het is een tentoonstelling die gaat over concrete kunst. Hij is samengesteld, voorgesteld door Rut van Veenen. Zij is dus de gastcurator. Zij is ook lid van onze vereniging. En zij heeft een heel bijzondere groep kunstenaars bij elkaar gebracht die zich allemaal bezighouden met deze materie. En ik denk dat het leuk is als Rut even heel kort zou kunnen vertellen waarom ze dit gedaan heeft, waarom ze deze mensen heeft gekozen en wat wat de achterliggende gedachte was om deze tentoonstelling op te bouwen. Ja, dit is helemaal prima. Nou, allemaal natuurlijk van harte welkom. Leuk dat jullie er zijn. En leuk dat ik wat kan vertellen hierover. Want ik vind het zelf een hele fascinerende vorm van kunst. En die al wat langer bestaat, maar echt de laatste jaren. Ik hoor vanaf zo, net hoorde ik zeg maar, vanaf 2005 ongeveer heel erg in opkomst is in Nederland, maar in het buitenland al langer. Dus het is eigenlijk een nieuwe bloeiperiode. Ja, en de start en doorstaat, maar op een andere manier als dat het was. Want wat je kent van de stijl van Doesburg en Mondriaan, dat had toch vooral van Doesburg had hele strenge regels. En als je dat manifest leest. Ja, ik schoot hem in de lach. Niemand die zag het, dus ik kon rustig lachen. Want het is echt heel hele rare, gekke dingen zijn dat. Wat hij stelde toen van de letter, dat was zonde en het was dood en het leidde tot niks. En hij was een hele idealistische man. Hij zag het eigenlijk als een soort geloof. Dat door maar alleen goede vormen te gebruiken, geen rotzooi, geen sentimenten, kwam je tot een, ja, toch een betere vorm van leven, denk ik dat hij bedoeld heeft. Maar ja, dat houdt geen mens vol natuurlijk om aan zulke strakke regels gebonden te zijn. Dus er zijn heel veel variaties opgekomen. Maar wat waar is, in wezen wat er aan de grondslag ligt. Het was wel een hele belangrijke ontdekking of een stimulans om de eenvoud van het beeld en wat wil je nou eigenlijk zeggen met het beeld, wat kan je ermee zeggen? Om het daar uit te halen. En dat, ja, daar is Mondriaan mee begonnen, maar die was veel intuïtiever. Als je dat werk ziet, als je het werk van Doesburg ziet, is het allemaal erg strak. En je hebt hier binnen dus ook diversiteit en daar gaat het mij eigenlijk om. Het gaat erom om te laten zien dat je toch een stroming kunt hebben met elkaar. Dus die je kunt benoemen, die je een naam kunt geven, concrete kunst. Maar dat het geen wetje is, maar dat dat een enorme variatie heeft. En we kunnen rustig gaan kijken. En de kunstenaars die er hier zijn, die kunnen dat zelf vertellen over hun werk. En anders vul ik het aan, lijkt me het beste. En hier beginnen we met Harriet, dus die staat ze. Harriet. Harriet van het Hoog. Wil jij de mensen wat vertellen, Harriet? Nou, misschien stelt iemand een vraag, dan is het makkelijker. Wat is het? Hoort dat er alle dat hij daar niet bij? Ja, dat hoort er allemaal bij. Ja. Tot gekleurde en dat vind je wel apart. Een andere kunstenaar. Ja. Nou, eerst dacht ik dat hij dat trompe daar. Ja, dat is het ook een beetje. Oh. Nou ja, nee, het is niet echt spannend. Niet echt, hè? Nee, ik zet mensen graag op het verkeerde been. Ja. En ik beperk je mij. Gelukt. Ja. Ik beperk me een beetje tot een soort van kubus. Maar het is nooit een kubus. Zijn altijd andere dingen. Ja. Ik zet mensen graag op het verkeerde been. En ik beperk me tot ongeveer tot een soort van kubus. Maar het is nooit een kubus, het lijkt een beetje een kubus. Dit is die muurschildering, het lijkt een beetje een omgevallen kubus. Die wil een beetje omvallen. En daar krijg je perspectivische verschuivingen als je er langs loopt. Dan wordt het allemaal een beetje anders. Ja, je kan om die tafel heen lopen zo meteen, hè? Dan kan je het ook goed zien. Ja, en de kleine werken doe ik dat ook. Als je nou
naar die kerk die daar hangt. En je loopt daar langs de klap, ja, de perspectief op. Ja, ja. Dat doet natuurlijk, dat doen we zelf in onze eerst. Maar daar maak ik dan een beetje gebruik van. Dat intrigerende is dat het is alsof er een zwart lampje achter zit. Ja, dat maar is, dat is niet zo. Nee. Dat is reflecterende film. Ja, 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 ja. En nou ja, dat vind ik dan wel weer zo leuk. Dat, ja, dat is natuurlijk niet concreet, die reflecterende verf. Dat is eigenlijk heel poëtisch. Dus dan verbind je dus toch het concrete met, een, ja, met iets poëtisch. En dat vind ik dan wel weer heel leuk. Dus alles wat Van Doesburg doet, dat doe ik niet. Speciaal dingen. Nee, nee, hoor, nee, nee. Dus dat moet u allemaal zelf uitvinden? Ja, je moet het allemaal zelf uitvinden. Ja, maar ja, we hebben natuurlijk onze grote voorgangers. Ja. En daar gaan we dan op voort. Mm-hmm. Maar we hebben, dit is natuurlijk autonoom werk. Ja, je ziet soms een beeld staan in en dat is hetzelfde als dit. Bijvoorbeeld, ja. Oh ja. Dat, dat is altijd een beetje. Maar die kubussen die dit zo met elkaar spelen en zo. Ja, maar dan zijn het vaak echte kubussen. Bij mij zijn ze nooit echt. Niet echt? Nee. Je ziet ze in drie kantjes. Ik doe altijd een beetje plagen, dat vind ik leuk. Ik neem een loopje met een perspectief. Deze drie derken zijn waterverf op papier. Ik heb het gedruppeld met een pipetje. En eigenlijk is het een papier wat heel erg vloeit. En water is sowieso al niet zo heel makkelijk te beheersen. En toch gaat het over ritme, regelmaat. En dat fascineert me heel erg. De alle opeenvolging van oorzaak en gevolg. En de complexiteit daarvan. En het omgaan eigenlijk met toeval. Ik heb hier ook niks gemeten, ik heb gewoon gedruppeld. En die beheersing, van iets wat eigenlijk niet te beheersen is, dat is in dit geval waar het mij om gaat. En wat ook weer hopelijk voor de toeschouwers een soort van waarneembaar is. Waar het mij ook om gaat is dus dat je... Ik heb dit eerder laten ontstaan dan dat ik het gemaakt heb. He? Het is zelfs zo dat dit werk is eigenlijk de achterkant van het werk. Dus, het is zo'n procesmatige manier van werken. Dat pas achteraf kijk ik van wat werkt uiteindelijk visueel gezien. Ja, dus dit. En je ziet ook bijvoorbeeld bij die ben ik uitgegaan van steeds een groepje aan de rand en ben ik naar binnen toe gaan werken. Bij deze? Ja, 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 precies. Dus daar krijg je dan ook. En wat ook interessant is, dus daar krijg je ook dat je hersens willen altijd figuren maken. Dus je gaat daar toch een soort structuur in zien, terwijl het eigenlijk alleen maar druppeltjes zijn die op min of meer regelmatige afstand in opzicht van elkaar zijn. Heb je ze niet met een penseel op papier? Nee, dus ik werk met een pipetje, dus ik laat het vallen. Dus en ik werk ook met een materiaal wat expres al uit elkaar gevallen is. Dus ik heb een mengsel van geschrift, Oceanische inkt. Dus die gaat anders spreiden. En het is ook zo dat verschillende kleuren verschillend verder uitvloeien of minder ver uitvloeien. Dus dat maakt het eigenlijk nog oncontroleerbaarder. Ook zelfs qua wat er met kleur gebeurt. Maar er is een enorm proces ook achteraf van, ja, vind ik dit werk op de een of andere manier, doet die het voor mij? En dan hoop ik maar dat uiteindelijk anderen... dat ook ervaren. Ja. Maar een vraag, u zei bij de eerste, dat is eigenlijk de achterkant. Ja. Hoe is dan de voorkant? Ja, ja, dat is, de voorkant lijkt een klein beetje op deze. Aan de achterkant van deze zitten zwarte halve cirkeltjes. En in feite zijn het, ja, dat vind ik ook zo mooi. Ik hoef helemaal geen cirkel te maken. Die,
ontstaat vanzelf. Ja. Hè? En in dit geval zijn het halve cirkels, omdat ik ze precies op de rand laat vallen. Ja. Dus, Was het materiaal waarop dit gedaan is? Het is een papiersoort die niet meer gemaakt wordt. Het is koperdrukpapier. En er zit dan heel weinig verlijming in en een hele fijne vezel. En dus nu moet ik zelf papier gaan maken. Ja. Mag ik nog wat vragen? Ja hoor. Is dan bijvoorbeeld dan, ook vanwege dat je vertelt hoe dat proces gaat? Mm-hmm. Tenminste van het proces, ja. Denk ik bijvoorbeeld als je wel eens een schrijver hoort die zegt van, ja ik begin en dan op een gegeven moment gaat het verhaal zichzelf schrijven? Zo, ja. Is dat zo, dat je zo zou kunnen Ja, het zeggen? Is wel in die zin, dat komt omdat het eigenlijk terugpraat. Ik denk dat het voor een schrijver, ik bedoel dat ding zegt tegen mij van, nou ik zal me omdraaien, de achterkant is beter geworden. Hè? Dus in die zin is het een soort gesprek. Ja. Dus dat is absoluut waar en het werk wat hier is, heb ik op deze wand gemaakt. En ik weet dat een wand nooit 100% perfect is, maar... Nou ja, ten eerste is ook het ontwerp is ontstaan doordat ik bepaalde geometrische vormen heb gestrooid. En uiteindelijk een cirkel heb getrokken. En daar is deze vorm het resultaat van. Dus dat is al een soort proces waar toeval een rol speelt. En ook weer het aanbrengen is, ik heb met grafiet gesmeerd. Dus die muur die geeft dingen cadeau. En dat, ja, dat is ook weer iets wat ik niet helemaal aan de hand heb. In ieder geval zijn er ja, een heleboel factoren die een rol spelen elke keer. Want heb je dat dan hierin witter gemaakt of lijkt het witter? Of is de wit zoals de muur was? De wit is gewoon zoals de muur was. Het lijkt dus witter. Ja. Ja. Veel ja. Witter. Ja. En ik moet zeggen, toen ik dit voor het eerst maakte, is dat ook een verrassing voor mij. Terwijl ik het wel natuurlijk weet, er hebben natuurlijk boekjes over optische werking, wit ingesloten door donker, maar toch overvalt me dat dan weer van, hey, wauw, dat werkt. Ja. En ik moet zeggen dat het scherpe aan de binnenkant en het wazige aan de buitenkant, ik heb het gevoel dat nog het effect wat versterkt. En ook in ieder geval het gevoel dat het wat naar buiten komt. Ja. Ja. Ja, dus ja, eigenlijk is mijn werk heel erg op de natuur geïnspireerd. Maar ik denk qua natuur niet zozeer aan landschap, maar inderdaad ook over zwaartekracht en over hoe je dingen ervaart en processen in de natuur. Dus inspireren mij. Maar ik maak uiteindelijk dan weer, verzin ik mijn eigen proces. Ik voel me heel erg aangesproken door het verhaal van Henriette net. Die zei dat zij... met haar werk ook een soort gevoeligheid wil. Nou, dat is, mijn werk is heel gevoelig. Omdat ik, dat komt ook door de soort lijnen die ik hanteer. Dat zijn met de hand getrokken lijnen en niet langs een lineaal. En je ziet dus de menselijke hand in mijn werk. En dat is iets wat bij Theo van Doesburg is eigenlijk niet mogelijk. Maar, ik vind het lekker top, want het spreekt mij aan. En ik ben... heb binnen mijn werk een ontwikkeling doorgemaakt van heel erg strak naar juist de afwijking, naar juist de onregelmatigheid. En ik heb ervaren dat het werk dan veel meer gaat leven. Maar ik wil dus dat het werk leeft zonder dat ik er allerlei dingen aan toevoeg. Dus met een enkele lijn of met een paar lijnen kan je eigenlijk heel veel zeggen. Het zijn gewoon uit de hand getrokken lijnen. En doordat ze bij elkaar komen of van elkaar afgaan, gebeuren er dingen. En ik werk dus altijd met maar bepaalde vormelementen, dat is de lijn, de punt, het kruispunt of het vlak. En dat komt in al mijn werk terug. En ik heb dus ook series lineair, serie lines, serie cubicles, serie vlakken. Maar het is wat Inke ook zegt, soms dan ben je ergens aan begonnen en dan komt dient ze opeens iets nieuws aan waar je even mee verder wil. En dan kan je in een later stadium de oude serie weer oppakken. Of weer verder gaan en je verdiepen daarin. En
Nou, verder hou ik dus echt van kleur op kleur, kleur in kleur. En ik wil echt met zo minimaal mogelijke dingen die storend werken, toch proberen een soort essentie aan te duiden. En juist de concentratie op heel weinig, dat je daar heel veel aan kunt beleven. Dat wil ik graag. Nou, het materiaal is duidelijk, olieverf. Ik hou heel erg van schilderen. Ik vind het gewoon heerlijk om daarmee bezig te zijn. En zoals iets waar je van houdt, heb je ook de tegenkant. Dat je denkt, wat voor domme en dus wat met teren en die mooie. Weet je wel, die agressie, die soort teleurstelling die je kunt voelen als kunstenaar. Als je denkt, nou, ja, toch mooi, jong, heb dat nou en heb wat je wilt. Wat ik eigenlijk graag wil, is dat het een, ja, alleen als vorm iets oproept van. Dat het een soort nieuw iets is, van dit hebben we nog niet gezien. Dus dat ik iets maak wat er niet is, dat is eigenlijk mijn wens. En verder, ja, dat is het eigenlijk. Mensen kunnen dat zelf ook aan jou was toen ik het gisteren zag. Ja, nou, leuk. Je herkende toch wel dat. Ja, nou ja, maar dit is, zijn dus nieuwe dingen. Ik ben de laatste, nou, vanaf de kunstlijn begonnen met, zegt verder niemand wat natuurlijk, met de diagonaal toe te voegen. Ik had hiervoor allemaal blokken. Aha, ja. Pixels. En die pixels die ontstonden weer vanuit de computer. Als je uitvergroot, dan krijg je allemaal pixels. En ooit toen ik daarmee begon, was ik helemaal gefascineerd door het feit dat je in je eigen ogen kon kijken. Oh ja. Want ik ben echt iemand die zo, nu deed ik dat niet meer, deed ik vroeger. Dat je zo in de spiegel kon kijken van, wie ben ik nou? He? Zo naar je eigen ogen. Ik denk dat veel mensen dat wel hebben. Ik zal niet de enige zijn. Dus dat je denkt dat er een geheim in je zit, in je hoofd. En toen ik dat zag met die pixels, dacht ik ineens van, hé, nou weet ik meer. Dus ik vond het fantastisch om dat te maken. Maar inmiddels heb ik het losgelaten. Ik heb het een paar keer gedaan. Ogen gemaakt, portretten. Maar nu ben ik helemaal hier. Weg van voor zolang als het duurt. Hè? Als het over is, dan doe ik het niet meer. Ik weet het niet, geen idee. Ik vind het in ieder geval een hele, voor mij is het een hele spannende nieuwe kunstvorm.